Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 34 van het 21ste boek van Ab Urbe Condita. In het voorafgaande hebben we gelezen dat bergbewoners aan Hannibal eten en gidsen aanbieden. Hannibal gelooft niet zomaar in hun goede bedoelingen, maar blijft heel erg op zijn hoede. En uit het vervolg blijkt dat dat volslagen terecht is. Het onderwerp van de eerste zin, dat zijn elefanti et equites, de olifanten en de ruiters. Die waren, en dan een woord dat vaker zal voorkomen, achmen. En achmen, dat is het woord voor een leger dat zich aan het verplaatsen is. De primum achmen, dat is dan het eerste gedeelte daarvan, dus de voorhoede. De primum achmen, dus het eerste gedeelte van de kolommen, dat waren de olifanten en de ruiters. Hij zelf, dat is Hannibal, en het bijbehorende werkwoord staat hier, die incedebat. Hij marcheerde steeds, vandaar het imperfectum. Dus hij zelf schreed voorwaarts, liep voorwaarts, ik heb het vertaald met marcheerde. Post, hier geen voorzetsel, maar een bijwoord, hij marcheerde achteraan. Cum, met de ablativus, samen met de kracht, roboer letterlijk, van de voetknechten, vertaald met infanterie. Zelf dus marcheerde hij samen met de kracht, dus de kerntroepen van de infanterie. Post, helemaal achteraan. Circum spectans, PPA, om zich heen kijkend eigenlijk, in de gaten houdend. Omnia, alle dingen, alles. Solicitus, dus iets als bezorgd of aandachtig, alles in de gaten houdend, terwijl hij alles nauwgezet in de gaten hield. Ubi, voegwoord, toen. Toen ventum est, dat is het werkwoord wat bij ubi hoort. Toen er gekomen was, letterlijk. Ventum, het PPP van venire, komen. Toen er gekomen was, staat er letterlijk. Naar een weg in viam, toen er gekomen was naar een weg. En van die weg worden twee eigenschappen beschreven, namelijk dat die angustiorum is en, vandaar dat et daar, en subjectam. Dus toen er gekomen was naar een weg, naar een smallere weg, een tamelijk smalle weg, en een weg, dat, en dat kun je in het Nederlands niet vertalen, omdat je dat participium hier heb ik vertaald met waar overeen hing. Dus toen er of men gekomen was bij een weg smaller en letterlijk soepjakeren betekent werpen. Soepjakeren betekent ergens iets onderwerpen. Dus letterlijk ergens, die weg die is ondergeworpen letterlijk aan een bergrug. Dus die ligt aan de voet van een bergrug. Ex parte altera, aan de ene kant. Dus het is een weg waar aan een van de twee kanten, waar het heel erg hoog is. Dus nog een keer, toen gekomen was naar een weg die nogal smal was en die geworpen was, ex parte altera aan de ene kant, onderworpen was, bijna zou je vertalen, aan een bergrug en bij die bergrug een participium imminenti, een uitstekende bergrug van bovenaf. Toen men daar gekomen was, nu begint de hoofdzin, onderwerp zijn barbarie en het gezegde is petunt, vielen de barbaren aan, petere betekent aanvallen, vielen de barbaren aan en dat doen ze undique van alle kanten. Ex insidiis, uit hun hinderlaag of hinderlagen. Insidiae is in het Latijn een woord wat alleen maar in het meervoud voorkomt, dus je mag ook enkelvoud vertalen eventueel. Dus vielen de barbaren van alle kanten uit hun hinderlagen aan, dan een PPP bij die barbaren, letterlijk ontstaan, losgebarsten, tevoorschijn gekomen zijnde, van voren, en, het is een asyndeton, en van achteren. Dus ze vallen die kolonnen, die achmen, vallen ze van voren en van achteren aan. Ik heb het hier, dacht ik, vertaald als een hoofdzin. Dus je zou ook kunnen vertalen, die barbaren vielen van alle kanten aan. Nadat zij tevoorschijn, losgebarsten waren, tevoorschijn waren gekomen van voren en van achteren, vanaf de voorkant en in de rug.
En dat aanvallen, dat doen ze cominus eminus. Nog een asyndeton. Cominus betekent man tegen man. Het is een bijwoord, vechten, dus ze komen dichtbij. En eminus, en uit de verte. En dan moet je je voorstellen dat ze met dingen gooien. Uit het vervolg blijkt dat dat met name Saxa zijn. Dus die vijanden, die barbari, die komen tevoorschijn en ze rollen naar beneden. Volveren is rollen, devolveren naar beneden rollen. In Achmen, na de kolonne, heb je dat woord Achmen weer. Saxa, rotsblokken, rotsen, ingentia, enorme. En ze rollen reusachtige rotsen naar beneden. Natuurlijk van de bovenkant, van de hogere kant van die weg. Maxima hoort bij vis. Vis betekent geweld. Maxima vis, het grootste geweld van de mensen. Daar worden dus die barbari mee bedoeld. Dat urgebat, dat drong aan steeds maar in perfectum. Het grootste geweld van die mensen drong aan ab tergo, vanaf de rug. Dus ze vallen vooral aan die kolonne aan de achterkant. En daar liep dus Hannibal zelf. Met zijn, hoe noemde hij dat ook weer, cum robore peditum. En met de kerntroepen van de voetknechten. Daar kwam dus de felste aanval. En de acies peditum, die al dus al genoemd was. Acies is een woord van slaglinie. Dat is een leger in slagorde. Dus als ze Achmen zijn, zijn ze nog aan het lopen. Als ze acies zijn, dan staan ze klaar voor de aanval. Of in dit geval de verdediging. Dus de slaglinie van de infanterie, gewend naar hen, staat er letterlijk, tegen hen opgesteld. Die hen, dat zijn dus die barbaren. Die achterhoede moet je dus voorstellen, die draaien snel om en die verzetten zich tegen die aanval. Dus de slaglinie die tegen hen was opgesteld, die maakte het helemaal niet twijfelachtig. Hout is een beetje geen zin, is een beetje een ouderwets woord, betekent helemaal niet. Die maakt het helemaal niet dubium, helemaal niet twijfelachtig. Quin dat, als niet de extrema Achmenis, dat is een bijzin het onderwerp, de laatste stukken van die kolonne, als de achterhoede heb ik vertaald, als die niet geweest zouden zijn, fermata, versterkt, dan was het helemaal niet twijfelachtig dat er fuerit accipienda, accipere is ontvangen, dat er dan ontvangen had moeten worden, de conjunctieven die zijn irrealis, dat er dan ontvangen had moeten worden een ingens clades, dat is het onderwerp, een reusachtige nederlaag in Eosaltu, in die bergpas. Saltus is een bergpas. Dus de hele zin geeft een niet-werkelijkheid aan. Als die achterhoede niet versterkt zou zijn geweest, omdat Hannibal zo voorzichtig is gebleven, dan had dat hele Punische leger in die bergpas, in Eosaltu, al een ingens clades, een reusachtige nederlaag, moeten incasseren. Dus clades, dat is een nederlaag. Ik heb dat hiernaast vergeten aan te klikken.